De Holland Cup telt 6 koersen en vandaag zijn we alweer aanbeland bij de 4e wedstrijd, de 72e profronde van Noord-Holland. En daarmee de oudste klassieker die Nederland kent, met start en finish in Alkmaar. Om 12 uur het vertrek over een geheel vlak parcours van 200 kilometer zonder plaatselijke rondes. En de finish wordt dan verwacht rond de klok van 5.